Die heeft een beetje last van zijn lip. Die heeft een hele dikke lip. Dus we hebben maar even wat zachtere snoepjes voor hem meegenomen. Toen was ik heel klein. Toen was echt, nou, het kwam eruit als hier. Heel veel moeite om het al op de band te zetten aan de kassa. Ik zeg, zal ik het bij u in de tas, tillen? Oh, graag als u dat wil doen. Hi, leuk dat je weer kijkt naar een boodschappershoplog. Ik ben natuurlijk weer net begonnen met weekvloggen. Nou, laat ik dan ook maar gelijk even weer beginnen met een boodschappershoplog. Want ja, ik weet dat mensen dat heel erg leuk vinden. Ik doe niet 1 keer in de week boodschappen, want 9 van 10 keer heb ik dan groente gekocht, wat ik dan tegen de tijd dat ik dat ga eten, dat ik het al niet meer frisse fruitig eruit vind zien of dat het gewoon al beschimmeld is. Ook al ligt het in de koelkast op de goede manier bewaard. Dus wij doen meestal 2 of 3 keer in de week boodschappen. Ik ga laten zien wat ik nu vandaag mee heb genomen. En ik ga nog niet zeggen wat het totaal is. Dat doe ik aan het eind van de week. Ik bewaar der bonnen. En dan doe ik dat aan het eind van de week bij elkaar optellen. En dan hebben we een totaalplaatje wat we in deze week hebben uitgegeven aan boodschappen. Nou, het is vandaag dinsdag. Het is hier eigenlijk marktdag. Maar ik ben niet naar de markt gegaan, want ik vind het veel te druk. Maar dinsdag hebben we meestal wat lekkers. Dus wat heb ik meegenomen? Ik heb 2 appelkruimelpunten meegenomen. Tandenstokers van Stimudent. Een bakje champignons. Fijne roerbakgroenten. Runder gehakt. Wat is het? 500 gram. 2 zakken extra, wat is het, geraspte kaas, pittig. 4 vetjes rode vruchten. Rode, ik zal het netjes zeggen, rode vruchten. 2 4 vet bosvruchten, die vindt Willem heel erg lekker. En ik lunch hier 9 of 10 keer mee. Dan heb ik Yakult Plus meegenomen. Dat is met vitamine C en vezels. Ik moet zeggen, sinds dat ik dit neem, heb ik minder last van mijn darmen. Dus dat is dan toch echt wel aan het werken. Misschien een raar praatje, maar heel veel vrouwen zullen dat herkennen. Stekpaprikaatjes voor het snijden. En 2 potten pikante spaghetti saus, pasta saus zoals dat hier staat. Van gewoon eigen merk Jumbo. En die is erg lekker. Dat was het wat ik vandaag heb meegenomen. Nou ja, wij gaan in ieder geval vanavond gaan wij aan de macaroni of aan de spaghetti. En jullie zien mij vanzelf weer hier achteraan komen met nieuwe boodschappen als ik die gedaan heb. Wordt vervolgd. Zo, weer opnieuw boodschappen gedaan. Tweede keer deze week. Het is vandaag donderdag. Ik kom bij de Jumbo vandaan. En ik had het geluk dat het net, kijk, ging met zon weg en het deed regenen terug. Dus als ik een beetje verregend eruit zie, weet je waar het komt. Wel blijf ik thuis even snel mond, tenminste een lipstiftje opgedaan. Want in de winkels natuurlijk met een mondkapje loop ik niet met een lipstift op. Maar wat heb ik meegenomen? Denta Cowsticks, gewoon eigen merk Jumbo, de Maxi. Want die dingen worden gewoon van die dure merken in een wat kleinere vorm gemaakt. Nou, voor zo'n grote bak is een Chester. Voor zijn tanden doet het niks. Het is 2 happen en het is weg. Hij kauwt, hoeft er niet eens op te kauwen. Deze zijn net iets harder en daar moet hij dus wel op kauwen. Felix kattensnoep. Goed zien? Moet het spiegelen? Ja. Dit is een ideale zakker. Die katten zijn er helemaal verslaafd aan. En als ze buiten in het tuinhuis, zo noemen wij dat, als ze op de schuur liggen. Dat is eigenlijk al, want er liggen stoeltjes boven de schuur. Voetbal van het oude stadion van ADO. En als ze eronder ligt te slapen en ik kraak met deze zak, dan staan ze gewoon voor de deur. Ideaal. Een Bonzo zakjes voer voor de hond. Met vlees en met groenten. Tegenwoordig krijgt Chester maar een heel klein beetje brokken. En dan 1 zo'n zakje erbij. Dan doet hij het erg goed op het moment. En ik heb voor de katten heb ik ook van Felix ook zakjes meegenomen. Dit keer gevogelte. De ene keer heb ik vis, dan heb ik vlees, nu heb ik gevogelte. Ik vind ze ook erg lekker. Nou, voor de groenten heb ik zuurkool meegenomen. Heerlijk, gaan we vanavond gelijk eten.
En dat wordt gekookt in de wijn. En dat blijft erin. Dus het is gewoon naturel zuurkool uit het vat. Carbonade voor Willem, 2 stuks. Ik eet vanavond geen vlees. Maar hebben we wel lekkere jus. Ik vind mijn zuurkool hoort gewoon lekkere jus. Spekjes gaan er doorheen. Ik heb 2 dingen, 6 blikjes Hertog Jan meegenomen. Dat is Willems favoriete merk van bier. En ik zag dat de laatste 2 hele waren, want tegenwoordig is het geloof ik normaal dat als je zo'n pak hebt en je wil 1 blikje, dat je dan iedere keer een nieuw pak openmaakt om daar dan los uit te halen. Dus ik zag 2 hele, dus die heb ik gelijk meegenomen, aangezien het van het weekend Formule 1 weekend is. Of dit weekend, ik denk dat jullie dit in het weekend zien. Is een biertje in huis hebben altijd wel handig. En voor mij, ik drink geen alcohol, behalve omdat ik dat vanavond, dus het zal me wel lekker vallen. Amstel Radler 0.0 en er zit voor de rest ook hier geen suiker in. Erg lekker en fris. Ik ga het opruimen en ik denk dat morgen voor de laatste keer boodschappen gehaald gaat worden. Morgen is het vetpotavond, vrijdag. Ga ik altijd broodjes halen zodat we lekker vers brood hebben voor het weekend. Dus hierna het vervolg. Zo, hier het laatste gedeelte van de boodschappenshopblog. Het is vandaag vrijdag. Ik heb voor de. Ik ben maandag en dinsdag volgens mij geweest. Nou, in ieder geval 3 keer met boodschappen gedaan. Dus dit is, als het goed is, het derde stuk. Ik denk dat hoor ik, want in de kat zijn nagels te scherp in de gang. Wat hebben we allemaal meegenomen? Ik heb het zo weer even laten zien. Zo blijkt, het nu is statief, dus jullie staan wat hoger. 24 weekendbolletjes van de Hoogvliet. Ik ben trouwens vandaag bij de Jumbo en bij de Hoogvliet geweest. Bij de Hoogvliet gaan we al op het brood, want dat is gewoon daar lekkerder dan van de Jumbo. Zeker de bolletjes. Dat zijn de broodjes. Een half tijgerwit. Verzoek van Willem. Vind je dat lekker? Voor mezelf om tussendoor te snijden. Mini eierkoekjes. Trouwens, vorige week of 2 weken daarvoor had ik eierkoeken zonder suiker meegenomen. Nou, daar gingen je kiezen bijna van dubbel. Zoveel voor je gevoel suikervervanger staat erin. Echt niet lekker. Pijnenburg Zero meegenomen, gesneden. Een eigen merk van gewoon kaas en uien stokbrood. Heerlijk, van gewoon. Dus echt een aanrader. Breek hem gewoon met kaas en uien. Wij eten dat altijd als we bijvoorbeeld uiensoep eten en doen we de kruidenboter op. Aanrader. Een bakje filet américain, gewoon van de Hoogvliet of van Willem. Gesneden ijsbergsnaar. Ontbijtspek voor het ontbijt aanstaande zondag. Ook dit op verzoek van Willem, die nam vroeger altijd bij de patat nam die dopertjes. Dan had hij er trek in, neem maar een klein potje mee rijden, dus bij deze. Deze, bij de laatste keer pannenkoek eten, hebben we deze opgemaakt. En ik zag hem nu toevallig staan, ik had er vorige keer geen erg in, dus ik heb hem gelijk meegenomen. Het is toch zoveel lekkerder als geen stroop. Zielse boerin. Denk ik terug naar mijn kindertijd. Nou, het laatste van de brood is van de Jumbo. Het zijn maaltijd pita's, Griekse stijl. Normaal gesproken hadden we altijd gewoon van normale pita broodjes. We gaan overgaan op die grote pita broodjes. Gaan we deze tegen bij de Jumbo. Die zijn zo lekker. En ik heb aan de 1 genoeg. Maar we gaan dus dit weekend gewoon varkensswarma eten. Maar ook de fijn gesneden ijsbergsla. Nou, Willem heeft altijd pittige knoflooksaus. Ik heb gewoon knoflooksaus, maar die staat er nog voldoende. Dus ik zal deze gelijk erbij zetten. Dan heeft hij weer voorraad. Voor Chester erbij. Die was van die harde rode kousjes, maar die deed van de week niezen. Die deed heel hard met spek op de grond slaan tijdens het niezen. Die heeft een beetje last van zijn lip. Die heeft een hele dikke lip. Dus we hebben maar even wat zachtere snoepjes voor meegenomen. Het is een zwarte labrador, maar eigenlijk is hij gewoon blond geboren. Kristalsuiker. Is gewoon op. Tenminste, heb ik hem bijgevuld in de
Ik eet eigenlijk helemaal geen suiker, maar ik vind het altijd fijn om dat gewoon in huis te hebben als reserve. Ik ben altijd een pot met bruine suiker en met gewone suiker. En als het dan zo'n pak leeg is, haal ik gelijk een nieuwe. Twee pakken vlammetjes. We hebben op vrijdagavond wat vetpotavond. En jullie vallen met de neus in de boter. Toevallig was alles op. Dus dit is natuurlijk niet voor één keer eten. Dit is gewoon voor meerdere keren. Dit is ook een aanrader. De Avico friet van het huis Oma's Snulfriet. Dat zijn eigenlijk gewoon, zit tussen gewone friet en de Vlaamse friet in. Zijn gewoon gesneden zoals gewone patat. Dat is zo lekker. Die is bereid van 100% zonnebloemolie. En volgens mij zijn jullie ook. Je kan ze in de friteuse doen, in de oven en in de airfryer. Bami schijven. We hadden vroeger altijd een soort eigen merk van de Hoogvliet. Die hebben ze niet meer. Toen zijn we overgegaan op deze. Lekkerder dan die van Laura. Kipcorns. Carrero's. En Willems favoriete snack. Kalfskroketten. Een navulverpakking Completa. We drinken allebei een heel klein beetje melk in onze koffie. En als je dan een klein flesje neemt, gaat op een gegeven moment schiften niet lekker. Dus wij nemen gewoon poedermelk. Deze waren in de aanbieding bij de Hoogvliet. Kon ze niet laten staan. Vond ze wel erg leuk. Een smiley in het hartje. Al met letters, maar de P en de W hadden ze niet. Dus ik denk, nou, ik neem deze mee. Die gaan gewoon in de la voor reserve, als het een keer lekker koud is met slagroom. Wat wel een bus met slagroom in de. Deze zag ik ook liggen. Maar ik zie dat die aanbiedingen werken. Zo'n middenpap en van die dingen. Deze deed ik vroeger altijd bij de theedrinkers, toen ze uit school kwam. Dat ik echt jaren niet meer op. En ik zag ze liggen. Ik denk, ik kan ze niet laten liggen. Dus zijn de San Francisco's van elkaar. Dan lekker dopen je thee. Lekker. 30 verse scharreleieren. Gewoon bij de Hoogvliet uit de grote polder. Hebben we dan alles? Volgens mij wel. Boekje meegenomen bij de Jumbo. Ze liefst al een heel oud omaatje voor me. En die had allemaal zware flesjes drinken, zeg maar. En dat was ook heel klein. Ze was echt, het kwam eruit als hier. Heel veel moeite om het al op de band te zetten aan de kassa. Ik zeg, zal ik het bij u in de tas, tillen? Oh, graag als u dat wil doen. Dus nou, het gaat even geholpen. Maar ik had dat boekje al gepakt bij het naar binnen gaan van de Jumbo. Oh, mag ik dat meenemen? Dus ja hoor, ik pak wel een nieuwe. Schattig. Maar ja, dit was het. We hebben nog aardappels liggen en dergelijke. Dus voor het weekend, wij komen het weekend wel door. De snacks en het eten wat we hebben. Dus ik ga op zijn vroegst, pas weer maandag op dinsdag. Ik denk dinsdag boodschappen halen. Maar voor deze week, dus van de week twee keer bij de Jumbo geweest. En vandaag bij de Jumbo en bij de. Tenminste, twee keer bij de Jumbo. Drie keer bij de Jumbo totaal en één keer bij de Hoogvliet. Was even een gereken en gedoe. We hebben bij allebei zijn we gaan sparen met zegels. Dat is een aanrader. Want ja. Dan krijg je dan helemaal niks en de ongeveer doe je toch een beetje sparen, dus dat is toch gewoon leuk. Alleen bij de Jumbo is alles digitaal, de Max Verstappen zegels is digitaal, de pannenzegels, de glazen zegels, alles is digitaal, behalve de koopzegels. En bij de Hoogvliet heb je het wel gewoon in je app. Maar ja, het totaal was inclusief de koopzegels €111, gaan er vanaf van alles, dus zitten we. Laten we zeggen, laten we het afronden op €102 voor de hele week boodschappen. En dat is voor langere tijd. Ik heb natuurlijk bier van de week meegenomen. Die snacks die gaan voor 2-3 weken de vriezer in. Brood is dan nu wel, het vlees is nu, de eieren is voor meerdere keren. Dus ik vind dat we het netjes gedaan hebben. Dat was het. Vond je het leuk? Geef een blauw duimpje. En ik ben deze week ook weer begonnen met weekvloggen. Dus vind je dat leuk? Op mijn kanaal, ik zal hierboven ook een link doen naar de oude vlogs, dat waren dagelijkse vlogs. Kun je misschien terugkijken, er zijn ook action tof shoplogs tussen. Die ga ik, ik denk, morgen hier weer opnemen. Ik heb 4 grote big shoppers van de action. Dus dat is ook altijd leuk. Dus vergeet niet te abonneren en dat belletje in te drukken. Dan ben je altijd op de hoogte als ik wat nieuws ga uploaden. En we gaan met z'n allen dit avontuur verder. Ik ga deze shoplog gewoon afsluiten zoals ik eigenlijk altijd mijn vlog zou afsluiten. Ga kijken of ik het nog kan. Goeie ochtend, goeiemorgen, goeiemiddag, goeienavond. Have fun, geniet en tot ziens.